nu winnen, alsjeblieft. Laat hem nu winnen. Laat hem nu winnen. Het is vandaag D-Day. Oftewel de dag dat mijn droom alsnog werkelijkheid kan worden. Want ik mag vandaag mee trainen bij FC Volendam. Jullie mogen allebei komen. Kom een training meedoen. Ja, training. Ik wil graag meedoen, maar ik ben fysiek niet in orde. Dit gaan wij doen. Mijn droom was altijd om profvoetballer te worden. En dit is mijn laatste kans. Hij stond in de ijskast, maar dit is mijn laatste kans om profvoetballer te worden. Soef zou mijn supporter vandaag mentaal. Geen idee waar die is. Ik hoop dat hij dadelijk nog arriveert. Het weer zit wel mee gelukkig. Je bent ook nog te laat, hè? Ben ik te laat? Ja, luister. Stel dat ik een contract aangeboden krijg, wil ik ook een huis in Volendam, hè? Want het is echt, het is... Het gaat hier te laat. Nee. Dit is sowieso krachttraining en straftraining. Dit is geen goede binnenkomer, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja. Je komt op test, maar je komt gewoon te laat. Kom maar, snel omkleden, want we zijn al begonnen, hè? Ik heb geen goede beurt gemaakt bij die trainer, want het begint gelijk te laat, maar ik kan het nog goed maken, zo. Is dit voor mij? Is voor jou. Dat meent u niet. Aga, ik ben Koen, uw nieuwe keeper. Ik ben Piet. Piet? Geen keeper. Geen keeper, maar wel Piet. Ja. Jongens, omkleden. Ja. Ja, hij is mijn concurrent, hè? Hey. Ja. Zeker. Kom erop. Maak je borst maar nat, hè? Zal ik doen. Kleedkamer. Dit is toch de mooiste kleedkamer ever. Echt, kijk, prachtig. Wat een mooie stoel ook. Is dit echt, dit is de kleedkamer? Dit is een trainerskamer. Maar ik ben speler. En je moet je eerst laten zien en dan pas kan je daar eventueel naartoe. Schoentjes. Handschoentjes. Train. Ben je nog steeds niet klaar? Ik moet even de kleding halen. Maar we moeten nog naar boven. Krachttraining. Kom nou. Wat wil je vandaag van mij zien? Waardoor ik zeg maar een contract aanboden kan krijgen. Je wilt toch keeper worden? Nee, dat ben ik. Ja, dan moet je ballen tegenhouden. That's it. Zo simpel is het. Ja, tuurlijk. Maar ik weet, je hebt er drie, hè? Maar je moet ook opschieten, want als vierde keeper kan ik, hè? Ja, maar het duurt lang, dus... Ja, oké, ik kom. Ja, ik heb haast, ik heb zeker haast, want ik moet ook nog medisch getest worden. Want stel je voor, medische keuring. Topper! Jouw nieuwe aanwinst! Ja, die is aan de stijve kant. Aan de stijve kant, ja, dat... Stop! Die is ook aan de stijve kant. Ook aan de stijve kant. Ook aan de stijve kant. Oh. Gaat met je rechter bicep beginnen. Het is groot, hè? Dat is mooi, 3 mm. Zit weer potentie in, hè? Hier ben je in ieder geval geslaagd. Ja? Ja. Aan de stijve kant, maar geslaagd. Zeker. Oh, hoes! Oké, snel naar... Ja, trainer wacht. Thanks. Later. Ja. Dit is toch uitstraling, dit toch? Nummer 32, ze hebben al een rugnummer voor me klaargelegd, dus dat is perfect. Ik begreep dat ik eerst naar de gym moet. Heb ik eigenlijk niet nodig natuurlijk, maar kan nooit kwaad, hè? Even een beetje bijhouden, die spieper. Ik kom even met redding van de maand. Mijn hoofd hier. Nou moeten die praatjes even een beetje... Nou moet ik het even laten zien, vriend. Penta. Ja? Is te veel, hè? Ja. Voor topsporters. Kom maar springen. Je moet 0,80 seconden in de lucht zijn. 0,80? Ja. Nee, sorry. Ja, zo mee opnemen. Nee. Sorry, jongen. Ik ben duizelig. Oké, ja. Ja? Ja. Hoi! 69. Is dat goed? Nee, dat is echt slecht. Je scoort rood. Ja, ik ben nog geen prof, hè. Dus is dit een warm-up? Is warm-up, 15, per kant. Nou, dan ga ik, jongens. 5 keer, hè. Dit is wel weer pas. 10 per kant erbij. 10? Ja, kom. 10 per kant erbij? Ik kan niet zo kijken, kijk eens. Als prof wil worden, moet je alles kunnen. Alles. Als prof wil worden, moet je alles kunnen. Alles. Zo! Hij heeft gewoon een trilbatterij opgegeten. Ja, Rick, het niet gelijk af hierop, toch? Nee. Gaat je echt moet ergens beginnen. Ja, daarom. Je wilt toch ook vierde keeper worden? Dan moet je onderaan de ladder beginnen. Kijk, dit is nog puppygewicht. Hoeveel kilo is dit? 165? Nou, 165 kilo! Hé! Waar is je? Hij bewoog ook niet, hè? Hij bewoog volgens mij niet. Trainer, nee, niet kijken. Doe nou, het duurt lang. Je verrekt alweer tijd. Oké, ja. Jongens, ik ga je wel. Staande ovatie, hè? We vinden het ja, vriend. Dit wordt mijn grootste concurrent. Hij is toch Duits, hij verstaat er niks van.
Jij hebt problemen, hè? I understand it. Vrienden. Ik kan een beetje Nederlands spreken. Nee, oké. Hij zit. Ik ga beliepen dich. Ik ga, ja. Goed, je moet eerst deze even koppen. Oh, koppen vangen. Ja, koppen. Ik kan de koppen niet stoppen. Op weg naar mijn profcontract, dat doe je anders. Willis, neem ook zelf spullen mee, toch? Krijg ik zo mijn spullen terug. Dus ik ben even in de gym en ik word gelijk al soort van weggepest. Even een regenjasje aan, hè? Hallo. Jongens. Dit noemen ze kleedkamerhumor. Ja. Dus je hoeft niet te bukken. Nee. Leuk, Trey. Ja, toch? Ja. Kan je ze in één keer meenemen? Ja. Leg mijn contract helemaal klaar. Doe je altijd zo, hè? Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wie weet? Ja. Die nieuwe aanwinst. Het is wel mooi dit, hoor. Wat was even bijna aan het stadion. Leuk, hoor. Armpies. Ja, armpies. Kom, hop. En huppelen. Uitstraling, hè? Mijn fans! Mijn eerste fans! Ik word vanmiddag gepresenteerd. De eerste test heb je al niet gehad. Als je deze niet onder de 4 loopt, heb je hem ook al niet gehad. Onder de 4? Ja, dus doe je best. Ja. Heb je slakken gegeten vanmorgen? Dat is nieuw voor mij, hè? Gaan we aan werken. Heel veel potentie heb je, man. Zie je? Potentie. We gaan knallen. Potentie. Volgend jaar komen we terug, hè? Nee. Gelijk naar de kerstvakantie. Oh, oké. Okay. Kijk, prachtig geval, hè? Eerst mijn pas is goed, hè? Hop! Dan laten we binnen. Pas je op. Ik ben klaar voor. Oh, oké. Okay. Ja. Hey! Klem, hè? Ook testen. Tweede klem. Oh! Houtje moet kunnen. Ja. Als iemand weet wat scoop is, laat het even weten. Excite! 100! 100! Ze worden nu warm, we gaan nu warm draaien. Ja, dus nu gaan we echt beginnen. Training, tot de dienst! 6 van de 10 pak ik. Oké. Minimaal 6. En wat zetten we? Drankje? Potje olijfolie van slagen. Ik haal hem gelijk. Hebben ze in Volendams Zito? 5, minimaal. 100! Ja! 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 Dat is één. Hey! Zijn Frankie! Je zag het, hè? Uitstraling! Nee. Laat hem nu winnen, alsjeblieft. Laat hem nu winnen. Hey! Ik heb genoeg gezien. Dat is goed, hè? Fantastisch. Penalty. Oh, meneer Kapsalon wil penalty nemen, hoor. Ik hoop dat je me pakt, jongen. Ik heb die uitstraling. Het is anders. De praatjes. Hey, move, hè? Heb je al gezien? Doe het voor de heksen! Heksen! Trainer, is je fluitje of niet? Kijk eens, mijn collega's. Ja. The press is coming to, spelers, welkom. Ja, een goed begin is het halve werk, zeggen ze meestal. Maar tip 1, eerder vertrekken. Ja, ik kwam nu een beetje gehaast aan, moet je toch even snel pap. Geen goede indruk bij de trainer. Maar ja, gebeurt. Kracht, ja, ik zit nooit in de gym. Ik ben meer een hardloper, een duurloper. Dus daar moet ik aan gaan werken, dat klopt. Maar zit potentie.
Daarna gaan we het veld op. Zitten er 80.000 knopen in mijn voetbalschoen. Tape om mijn handschoen. Ik weet niet wie, maar jou pak ik nog. Gaan we het veld op. Moet je toch even inkomen. Hè? Dat tempo ligt iets hoger. Ze schieten iets harder. Maar gelukkig was mijn keeperstrainer om mij tips te geven. Dus dat scheelt. Ik heb gewonnen. Meneer Simons, die heeft een battle, is die aangegaan. Ik heb gewonnen. Ik vind het wel jammer dat mijn mental coach, Souf, waar ben je? Soufiane Touzani, waar ben jij? Waar, ik heb jou nodig in dit soort dingen, man. Weet je toch, jij doet me een beetje oppeppen, een beetje, kom op. Een beetje beschermen bij de jongens. Ja, ze willen een lange bal zien. Een achterbal dus, hè? Bal gaat achter. Even tijdrekken, we staan 1-0 voor, hè? Gaan we hem even goed leggen? Zijn we er klaar voor? Ah, joh! Ja, is die win? Je zag ook, die bal die draaide terug. In Rotterdam hebben we een dicht stadion. Ja. Hebben we geen last van. Even laten zien hoe het moet. Lichaam iets meer naar voren, hou niet zo hoog. Ah, scheef! Hij stelde me echt teleur, hoor. Niet geconcentreerd. Tjonge, jongen. Geen focus. Ah, scheef! Ja, maar Zeefuik loopt daar! Oh! Nee, ja, die volley... En potentie! Potentie, hè? Vol stadion. Scandeert allemaal Koezie toe. Ja. Ik zie het al gebeuren. We gaan even het eindoordeel vragen. En kijken of ik toch een contractje eruit kan slepen. Souf, dankjewel voor jouw support. Die ging vlak boven mijn hoofd, hè? We gaan kijken of er een contractje in zit. Of misschien nog een training om het meer te bewijzen. Want ik vond het niet echt... Niet heel de groep was aan het trainen. Het was een beetje testdag/training. We moeten nog even overleggen, maar eigenlijk weet je het antwoord wel, hè? Nee. Net als bij het CBR, dit was gewoon een ingreepje. Ja? Was het een ingreep? Ja, zeker. Je kan niet gelijk verwachten dat ik gelijk zo ben. Gaan jullie even overleggen? We gaan even overleggen. Even acclimatiseren van de training. 20 minuten denk ik dat we eruit zitten. 12 uur, lukt dat? Ja, met koffie. Heb je dat verdiend? Oké. Aandenken, want ik denk dat je niet meer terugkomt. Kijk, de eerste fans staan te wachten. Jullie nieuwe contractspeler. Voor blaasvoetbal zeker. Blaasvoetbal? Ja, weet je, dan moet je op dat pijpje zuigen en dan ben je heel balvast. Nou, welkom. Ja, de hekzijd is aanwezig. Nou wordt het wel gezellig, want jouw nee, de pees uit, hè. Maar wie ben jij nou wel, als ik vragen mag? Ja, de nieuwe keeper. Nou, nee man. Nou. Volgens mij ben jij voor de entertainer. Dat zeggen voor de gezelligheid. Dat zeggen ze ook wel eens en dat klopt. Maar ik kan ook heel, heel serieus zijn. Ik heb echt mijn best gedaan, dus ik hoop dat ze me wat gaan aanbieden. Ja, ja, dat zal een half kip zijn, denk ik. Half kip. Kerst. Klaas. Waar ben je, Koen? Ik hoop jullie nieuwe aanwinst. Als wat? Als keeper. Een keigoed keeper. Ja, ik kan soms een bal stoppen. En dan weet je? Koen. Ja, dat mijn zuster heet ook Koen. Maar de achternaam? Zitu. Maar ben je geen Nederlander? Ja, half. Oh, daar rijdt al, want Nederlanders heet er geen Zitu. Nee, dat klopt. Dat klopt. Half, ja. Toppen. Ja, succes jongen. Dadelijk persberichtje. Ja. Mag open. Leuk. So, I have a much long nose for you. Oh, the 3 points? Yes, of course. Wow. Thanks a lot. Thanks. Wow. Hey, je krijgt een speciaal plekje. 3 punten handschoenen. Drie. Oh, ik ben niet, ik ben niet. Nee. Milus. Milus! Ik wil zijn, maar... Zo gezellig. We spelen maffia. Zeg maar, je hebt civilians en je hebt imposter. Kijk, als je deze kaart hebt, dan ben je maffia, snap je? Ja. En deze moeten allemaal samenwerken. Dus die normale kaarten om deze kaarten eruit te halen. Kan ik. Ja? Hey Mokro! Je hebt ons te zien, hè? Iedereen ogen dicht. Imposters ogen open. Imposters ogen dicht. Iedereen ogen open. Alsjeblieft, Joey eruit. Joey, nee, precies hetzelfde. Misschien heeft hij hem, hoor. Hij heeft hem dicht. Wat is ik het doen? Die stash laat open. Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Ma!
Maar misschien zei het ook. Ja, misschien hij snapt die game maar niet uit het programma. Maar misschien die trainers van jou zijn heel hoog. Nee, je bent heel hard lekker. Nee, ik voel me thuis. Ik voel me thuis. Misschien lukt dit wel. Joey is gewoon, maar heeft hij goed. Stemmen. Maar Joey het is? Hij kan het goed, hè? Maar ik ben serieus echt niet. Drie. Oh, je bent mij? Hey, kom maar. Jullie zijn dom, hè? Laat zien. Hij heeft iedereen gepakt. Talent is erbij goed. Trainer! Zo! En nu koffietijd, toch? Ja. Perfect. Hey. De trainer die koffie zet. Ja, lekker. Jij zit voor de pers. Pers, zeker ESPN. Wat wacht jij aan werken? Ja, waar moet ik beginnen? Heb je even de tijd? Ik heb de tijd. Nou, mijn trap moet iets stabieler worden. Ik moet iets verder kunnen duiken de hoek in. Ik vond je trap best stabiel. Nou. Ah, schrik! Ja, maar zeefuik loopt daar! Oh! Drie keer niet gehaald bedoel je, dat is wel stabiel. Nee, twee toch? Oh ja, twee. Ja, twee. Eentje wel, hè. Dus als dat contract gewoon zo klaar ligt, dan gaan we eraan werken. Daar zitten we dan. Dus jullie mogen even het eindoordeel geven. Ja, waar moeten we beginnen? Bij het begin? Ja. Te laat natuurlijk. Ja, sorry. Ja. Een kwartier te laat. Nee. Dus is sowieso krachttraining en straftraining. Dit is geen goede binnenkomer, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja. Je komt op test, maar je komt gewoon te laat. Kom maar, snel omkleden, want we zijn al begonnen, hè? Oké, daar zit verbetering. Sorry. Ik kan even geen rekening houden met het verkeer. Foutje moet kunnen. Foutje. Maar als we dat door de vingers kunnen zien, dan... Daar staan we 1-0 achter. Ja, dat is waar. Ja. Maar voor de rest? Benchpress. Hoeveel kilo was het? 70. Hoe ging dat? Ja, dit... Heftig. Als prof wil worden moet je alles kunnen. Alles. Zand! Nee, oké. Maar er zit potentie. Ja, 100%. Zit potentie. 100%. Maar we hebben ook testen. Dan heb je een max. Dat moet je halen. Ja, dus dat is... Oké. Ja, snap je? Nee, maar dat... Dan heb je die testen niet gehaald in principe. Nee. 2-0. Je bent wel strak. Oké, 2-0 achter. Die te laat is voorkomen terecht. Hij werd met twee taken werd hij weggestuurd. Dat was ballen tegenhouden en lange ballen trappen. Dus die Jim, eens, maar ik vind dat geen 2-0. Lange ballen heeft hij gehad, hè? 2-1. Ja. Heeft hij die gehad? Er ging een bal over de middenlijn, hè? 1, want we gingen nog voor die derde. Dat was door of niet door, toch? Ees en niet. Ah, joh! Ja, is die win? Tweede wel. Toen zeiden we doen de derde. Ah, scheef! Dat is het eindorde. Ik had geen rekening gehouden met de wind. Geen rekening met de file, geen rekening met de wind. 3-0. Het afwerken heb je wel gewonnen. 3-1. Dat betekent... Eindoordeel, volgend jaar terugkomen. Dat is... Maar zonder contract? Ja, nee, dat is... Oké. Nee, even helder. Rustig. We maken het graag aan de voorkant waterdicht. Nee, 100%. Dus mijn droom om profballer te worden, die gaat iets... Terug in de ijskast, maar met een kiertje open. Exact. Blijf in jullie zelf geloven, ja? Ik weet heel veel willen de profballen worden. Niet iedereen gaat het halen, maar blijf erin geloven. Iets meer doen dan hij nu, mag jij hard werken. Yes, mijn droom om profballen te worden is iets geslonken, maar er bestaat nog een kans. Want ik mag volgend jaar gewoon terugkomen. FC Volendam, bedankt. Als je tot het einde hebt gekeken, thanks. Je bent een ultra legend. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer, FC Volendammer of keeper meer. Leen wifi van je buurman, buurvrouw, buurkat, wat jij ook wil. En Sofie en Touzani, volgende keer gewoon mij supporten. Dankjewel.